Hallo allemaal. Ik ben te vroeg, ik weet het. Ga even mezelf opzoeken. Ja, kijk eens, daar ben ik al. Oh, moet ik even kijken of ik geluid eruit heb, dat is wel net zo handig. Ja, die heb ik uit. Ik ben veel te vroeg, zie ik. Ik heb een nieuwe lamp erbij. Ik hoop dat het licht dan beter is. Ik moet er alleen niet aankomen, maar hij gaat me hangen. De vorige heb ik ook al omgeruild en deze doet hetzelfde. Dus we moeten even kijken hoe dat nu gaat. Ik hoop dat jullie goed kunnen. Ja, je ziet wel in de glasplaat, hè. Ik hoop niet dat jullie daar last van hebben. Hallo Jolanda. Je bent de eerste, Jolanda. Ik ben ook veel te vroeg, hè? We wachten gewoon af. Even kijken, hoe laat inleven we? Nou, na 3 minuutjes. En dan zo even rustig inkomen. Even een beetje ruimte maken. Zo. Maar je hoort me goed en je hebt geen last van de lampen. Sorry hoor. Hallo Armin. Ook gezellig dat je erbij komt. En even wachten. We beginnen zo. Deze iets omhoog doen. Even kijken hoe ik best kan werken. Maar zo is het wel heel laag, zie ik. Oh, gelukkig, Jolanda. Dan weet ik ongeveer hoe ik moet werken. Qua licht. Maar ik kan hem ook iets verder naar beneden doen. Deze iets. Zo, eens kijken als dat beter is, want je bent natuurlijk wel iets naar je toe, hè. Nou, eens even kijken of ik het nu weer goed heb, kijk. Oh. Nou doe ik me helemaal scheef, volgens mij. Even kijken hoor. En dan gaan we weer, maar dan weet ik nooit hoe ik het moet doen. Zo of andersom. Volgens mij zo. Nee, denk ik niet. Maar ik heb wel een vertraging erop. Ja, zo zeg. Zo. Nou, we gaan even kijken. Dan gaan we straks zo beginnen. Hallo allemaal. Welkom voor diegene die ik nog niet wat heb gezegd. We gaan vandaag weer live bij Angela. Ik ga elke keer om en om, hè. Dus ik leg deze weg. We gaan lekker beginnen. Die gaan weg. En ik ben aan twijfelen als ik jullie een stukje van een voorbeeld laat zien. Maar ik heb hem niet afgewerkt. Dus... Hé, hey, Angela, ben je er toch bij? Willen jullie zien waar we gaan maken? Of als verrassing? Hallo Anneke, hoe gezellig dat je erbij komt. Ik heb hem niet helemaal afgemaakt, maar zijn jullie nieuwsgierig? Ik vind hem zelf heel mooi. Goedenavond Ellie. Maakt niet uit. Zowel als een verrassing houden dan. Dat doen we. Kan ik nog altijd laten zien. We zijn dit keer de opdracht een baby of een kinderkaart. Dus ik ga een babykaart maken en dat wordt voor een jongetje.
En ik begin met deze kleur blauw. Ik vond deze wel heel, heel leuke kleur. En ik heb het opgeschreven, want ik vond hem nog wel een beetje ingewikkeld. We gaan een robot bij pakken, is iets makkelijker. We gaan de kaart snijden. En dat is 20. Breed, of hoog, hoe jullie het ook willen noemen, bij 10,5. Dus als je kijkt, is eigenlijk een heel klein kaartje. Hallo Ellie. Twee Ellie's. Ellie Hoekstra, ook welkom. Dan gaan we deze rullen. Snijden we ze aan de kanten. Zoals je even denken, waarom zit daar een plakbandje? Dat is voor straks. We gaan hem rillen op 2,5. Ik hoop dat ik het nou goed doe, dat ik een goede blaadje heb. Of doe ik nou de andere? Want ik was... Nee, toch wel goed. 2,5. 5. Dan op 7,5. Op 10. Zorg wel dat je me goed tegen de rand aan hebt liggen, hè. 12,5. Oh, ik moet hem iets opbeuren, want dan gaat hij net hier tegen de rand aan. En 15. Even kijken, die zit daar. En 17,5. Ja, het wordt gerild. Hallo Annie, hoe gezellig dat je erbij bent. Dan gaat de rilbord even weg. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stukjes. Nou gaan we de kaart dubbel vouwen. En dan pak ik een snijmatje erbij. Hallo Lisette en Isabella, ook gezellig dat jullie erbij bent. Dan gaan we een stukje aftekenen op 2,2. En dan doen we aan die kant ook 2,2. Een heel klein streepje zetten. Je zo zien? Ja. Dan pakken we het mes erbij. En dan gaan we heel klein stukje tussen de lijntjes afsnijden. Of doorsnijden moet ik eigenlijk zeggen. Van het potloodstreepje naar, ga ik alweer scheef, naar het potloodstreepje. Nou, bang dat ik in een liniaal snij. En dan pakken we het schaartje er even bij. En dan doen we dat stukje even een heel klein stukje inknippen. Even kijken of ik wel in beeld blijf. Ja. Aan die kant en aan die kant een stukje. En die kant, oh, die moet ik even zo doen. Ja. Misje kan weg en die kan even weg. Even ruimte maken. Dan op schoot liggen.
Even kijken, want volgens mij doet mijn telefoon raar, maar ik heb hem al uitgezet. Nee. Ik hoop niet dat jullie er last van hebben. Dan gaan we een stukje Mika. Als het goed is, heb ik die al gesneden, want dat doe ik even. Oh, van tevoren heb ik dat gedaan. Dan heb ik hier een stukje Mika. Die is 11 bij 6. Nou gaan we de kaart rillen. Ik zal even het opbeen erbij pakken. Even goed rillen. Oh. Welkom die nog binnenkomt. Gezellig dat je erbij bent. Die ook nog even. En deze komt straks. Oh. Als een klein blokjes in elkaar. Petronella vouwen. Ja, zeg ik maar anders dan, of? Goedenavond, Corrie. Die gaan we zo in elkaar vouwen. Dan gaan we de Mika, waar heb ik die gelaten? Hier. Die komt hier tussenin. En dan komt het zo. Oh, ja. En daar komt het dan tussen deze twee gleufjes in. Dus dan gaan we hier twee plakken. Even kijken naar mijn voorbeeld. Ja. Even kijken. Op de buitenste rand. Hier blijven. Die wou ik er al vandoor, zagen jullie daar. Mijn vingers blijven altijd vastplakken. Nou. Even kijken. Ja. Halen we de tape eraf. Oh, ja, dat kan gebeuren, hè. Dat krijg je dan, hè. Rillende vouwen. Ja, dankjewel, hoor. Gaan we deze tot even laten zien. En we doen de Mika erin. Dan leggen we die plat neer. Dan vouwen we de buitenste rand. En die vouwen we. Ik draai hem even om. Even kijken als de Mika. Ik leg de Mika hier tegen deze rand aan. Ja. Hier werken, hè? Maar nou gaat hij mis. Gaat het nog goed? Ja. Ja, moet ik hem niet loslaten. Nou, ik doe hem even zo. Een beetje in het midden. En dan gaan we op dat stukje ook even meer tape plakken. Nou, hier hoeft niet, want hier heb ik al wat gedaan. Alleen op dat stukje. En op dit stukje. Ons plak de andere kaart. Plak maar voor de helft. Oh ja. Dubbele plakband, hè. Ik weet niet waar ik die van heb. Maar die plakt als een tierenlier.
Dan halen we hier de plaklaag er weer af. Of de beschermlaag. Niet de plaklaag, hè, want dan hoef ik er ook niet wat op te pakken. Dan vouwen we die dubbel en die komt hierop. Beter even een beetje lijm. Dan kan ik nog schuiven. Daar ook een beetje, want ik wil hem wel gelijk hebben aan de onderkant. Gaan er hier nog wat van jullie naar de beurs? Gaan jullie naar Janine? Of ga je helemaal niet? Dat kan ook nog, hè? Vouwen we even goed aan. En dan hebben we dit, kijk. Met een stukje mica ertussen. Ja, begrijp je het? Ja, soms dan... Soms dan is het ingewikkeld. Dan denken ze, wat doen ze toch? En dan even de lijm... speld erin. Oh ja, daar ben ik heel goed in. Mag ik zo'n bril op, hè, en dan nog de speld er niet in krijgen. Ja, maar hoeft niet helemaal. Dan pakken we weer ons rilbord. Maar dan moeten we nog een stukje erbij hebben. En die komt op 11,2. Ja, een beetje een rare maat. Even kijken, 11,2. Bij 10,6. En de 10,6. En dat is de maat hetzelfde als het kaartje. Net zo breed. Nou, die gebruiken we niet, die kan weg. Gaan we het voorbeeld even aan de kant zetten. En dan hebben we nog een klein stukje nodig. Dat is voor de steelheid. Voor hierachter. Maar ik heb een voorbeeld gekeken. En dan heb ik zoiets van... ik vond het een beetje raar. Qua wat ik moest doen met dat stukje. Even kijken, 10,6. Heel klein stukje. En deze was, even kijken, 3,75. 3,75 begrijpen jullie toch, hè? 3,7 tussen 7 en 8. En officieel moet je dit stukje om de 3 mm rillen. Dus... die weg en dan op 0,3. Dan begin je de eerste ril. Dus heb je de hele avond. En dan op 6. Op 9. En naar dat hele dingetje door. Hallo Marielle. Hallo Wimi. Dus dan krijg je dit. Ik weet niet, even wachten, mama, we hebben een beetje. Loopt een beetje achter. Kijk, en dat moet... Oh, even wachten, even helpen. Is het zo beter, want het is wazig, zie ik. Ja, ik kan nog niet heel goed zien, hè. Maar ja, nou moest ik dat helemaal tot het eind doen. En dan moet ik hem hierachter plakken. Dan denk ik, ja, wat heeft dat voor nut om dat helemaal te doen? Volgens mij niks, want ik heb het nagekeken. En je doet er verder niks mee, want je gaat hem niet rollen. Ik zeg, als je hem nou moet rollen, dan zou ik zeggen ja. Dus, Dus ik gebruik hem niet. En ik ril hem ook niet. Ja, ik heb daar een klein stukje gedaan. Dit stukje komt hier achter. Dus dan gaan we deze iets naar beneden drukken en dan komt die daar achter. Dat doe ik gewoon met een beetje lijm. Dan doen we dit stukje lijmen. Dat is nog net zo makkelijk.
doen we zo. Zet ik hem even neer. Oh, ja. Niet de bedoeling, hij omvalt, hè. En dan zet ik even gelijk met de bodem. En als je dan gelijk hebt, dan vouw je hem even aan. En dan doe je dat kleine stukje. Oh. Dat knippen we eraf. Het is maar een heel klein stukje. Dat is meer voor de stevigheid, want dan komt deze hier weer tegenaan. Nou gaan we dit stukje ook weer beplakken. En daar komt de achterkant aan. Dat is die, even kijken, die 10,6 bij 11,2. Hebben jullie al een idee wat het wordt? Oh, ik ga het er al mee gooien. Maar niet agressief hoor. Goedenavond Jenny, ook leuk dat je erbij bent. Hebben jullie al een idee wat dit een beetje gaat worden? Even goed de tijd geven om te laten hechten, zeg ik wel eens. Dus dan heb je dit. Ja, ik heb in het begin al gezegd waar we gaan maken. En nou, even kijken, heb ik een beetje voorgewerkt. Deze even aan de kant. Nou heb ik dit uitgestans. Dat heb ik niet nodig. Ja, ik heb wel wat nodig. Spaarpot. Ja, lijkt er wel op jou niet. Nee, we gaan even mooi knippen. We gaan het... Oh, wacht even hoor. Ga jij er eens af? We gaan het raam kapot knippen. Hoppa. Zonde. Heel zonde. Maar dan doen we aan deze kant ook. Maar mooi. En dan ga ik even kijken. Deze. Ik doe hem even andersom. Dan kan ik het makkelijker knippen. Ook mooier. Die knippen we er ook tussen weg. Dus er blijft niet veel van het raam over, zo te zien. En dan doen we aan deze ook. Er moet straks toch nog meer eraf. Er blijft niet veel over. Helemaal niet veel. Het was een raam, zeggen we wel eens. Hè? Mooi raam. Is ook een heel mooi raam. Is een hele mooie, heel mooie mal. Die leggen we aan de kanten. En deze gaan we hier overheen plakken. Ik plak hem nu even helemaal op. Alleen de bovenkant natuurlijk, hè, de randjes. Een heel klein beetje lijm. Die kant hoeft volgens mij niet helemaal. En dan gaan we een beetje het midden mikken. Oh. Ja, zo is het dan een beetje het midden. Moet wel vast blijven zitten, niet op mijn glasplaat. Dan hebben we dit. Dit komt hierop, maar niet helemaal. Want... Nee, had ik wel kunnen doen, ja. Heb ik niet gedaan. Dan ga ik deze hier afknippen. En naar die kant ook. Ik vind hem te lang. Je kunt hem er ook aan laten, hoor.
Maar ik denk, maar hoe doe ik dat? En die komt hierop. Dus deze plak ik ook weer vast. Die even niet heel hoog doen. En ik vouw hem dubbel. Kan ik het makkelijk kijken als ik een beetje in het midden zit. Zorg dat je niet onder de rillijn komt, maar ook niet te ver hoog. Omhoog. En nu drukken we even iets aan. Ja. Dan heb je dit. Even vasthouden. Oh, eet smakelijk, Petronella. Fijne avond nog. Deze ook even goed vasthouden. Nou heb ik een stukje papier nodig. En dan ga ik dit stukje opmeten. Dit is 7,5. En gaan we dit papier gebruiken. Ja, ik vraag niet hoe ik eraan kom. Ik heb toen een keer wat gekocht of gekregen. En dat zit hierin. En die heb ik aan de hele tijd. En waar het van is, durf ik niet te zeggen. Er zit allemaal mooie, even dik, dun papier. Van alles zit erin. En ik vond dat ruitje wel heel mooi. Bloemetjes, alles. Er zit alles twee keer in. Eén keer van stevig en één keer van heel dun. En je kunt ook de dunne, heb je ook nog de achterkant. Deze is de effen kleur. Deze is ook dezelfde. En als je de dikke van de bloemetjes hebt, kijk, is wit. Dan heb je, deze is, ja, het is heel zacht blauw. Maar je kunt het allemaal combineren. Hoe ik aankom, kan ook best zijn dat ik die wel een keer heb gekregen van iemand. Durf ik niet te zeggen. We gaan een stukje eraf snijden. Even kijken, nou weer de maat kwijt. Is prima, Anneke. 7,5. Dus we gaan hem op 7,5. Die aan de kanten. En dan wil ik hem, even kijken, 2 centimeter. Ja, en dan 7,5 bij 2. En dat doe ik 2 keer. Kan best zijn, als ik het straks zie, dan denk ik, ah, ik vind het toch iets te smal. Dan kun je hem ook naar beneden maken. Die aan de kanten. Ik had nog meer uitgestans. Daar raakte 2 van, maar daar zie ik nu maar 1 van, zie ik. Even kijken, want ik had hier ook wat neergelegd. Nee, dus dan moet ik die even bijstansen. Even de bijstansen, zou ik haar zeggen, maar dat gaat niet. Die komt hier. En deze komt aan deze kant. En dit komt hierop. Maar deze moet ik even weer opnieuw erbij doen. Even kijken. Maar ik had alles al voorgesteld, maar nou blijkt dat toch mijn voorbeeldje toch nee, is eruit gevallen waarschijnlijk. Ja, ik had hier echt een chaos op het bureau liggen. Ik was met 3 dingen tegelijk bezig. Ik kan daarin. Nee, hier ligt die ook niet. Die kan nog maar in de prullenbak. Zo. Even de speld. Even de speld weer in de lijm doen.
Ik snap ook niet dat die gaatjes zo smal moeten zijn. Ik heb deze mal. Die kan eraf. En deze stans ik nog even weer uit. Dan pakken we de machine erbij. En daar maar liggen. Goed zo. En dan moet ik even... Even kijken. Nee, deze moet ik niet hebben. Oh. Die. Die stansen we even uit. Nog een keer. Die hebben we niet genoeg aan. Ja, en dan straks heb je hem nodig, niet meer nodig. En dan ben je hem zo... Zo. Hallo Renate, leuk dat je er ook bij bent. Even kijken, het kan zijn dat ik hem nog een keer nodig heb. Deze komt hierop. Oh. Deze knippen we door midden. Die knippen we eraf. En die knippen we eraf. Dan moet ik alleen even kijken hoe lang dat ik hem heb, nodig heb. Eigenlijk erop en eraf, hè. Dan doe ik hier een beetje lijm op. Oh, kom in één keer heel veel uit. Ja, andersom. Die plakken we hierop. Die laten we even drogen. Dan moet ik alleen even kijken hoe lang dat die moet worden. Deze doen we ook een beetje lijm op. Zit ik nog in beeld, dames? Ja. Oh, andersom. En die plakken we aan die kant. Oh nee, ik begin meestal altijd zo 7 nu, half 7, Monique. Welkom. Darlene zie ik ook nog. Ook welkom. En deze komt, ik zal hem even plat neerleggen, is iets makkelijker. Die komt hier. En dan moet er nog een stukje tussen. Hij wil niet wat ik wil. Dan knippen we de sterretjes zeg maar eraf. Dan wil ik die. Komt daar achter. Maar dat stukje wil ik een beetje in het midden hebben. En dan doe ik aan deze kant precies hetzelfde. Oh. Even kijken welke is mooier, die of die, maar maakt niet uit. Die moet er weer af. Want dit stukje komt dan daar weer achter. Dus deze plakken we eerst erop. Valt nog meer naar beneden. Soms heb je de tafel te klein, hè? Hoe groot hij hem ook hebt. De tafel wordt altijd te klein. Even kijken of ik het nou goed doe. Kijk, die moet daar achter. Maar dan moet ik een stukje eraf, ja. Ik moet zeggen, hoe deed ik het ook alweer? Dan zie je dat, dat vind ik niet mooi. Ik doe even een beetje hoger, dan kan ik een beetje inschatten.
En die komt hier achter. En die moet er ook af. Dan doen we hier een beetje lijm. Ja, of dat pinnetje doet of op deze kant, dat maakt niet heel veel uit. Nee, hij is niet stom. Soms denk ik wel, gaat soms zoveel dat er live gaan, dan denk ik, wat voor tijd moet ik in vredesnaam live gaan? En dan denk ik, ach, nou, dan ga ik denk ik toch maar vroeg. Dan kunnen ze alles zien. Ik ben ook al eens een keer om 6 uur live geweest. Dag Renate. Even kijken, nou wil ik dit komt hier achter. Hallo. Zo. En dan komt dat stukje daarop. Hoop ik dat ik het recht doe. Ik kan hem nog verplaatsen iets. Dan doe ik dat stukje. Beetje lijm. Ja, ik kan er ook tape achter plakken, maar vind ik niet mooi. Oh. En die moet eigenlijk zo. Oh. Prima werken, hè? Die andere had ik ook zo gedaan. Maar die ben ik nou kwijt. En ik had hem dan als alles in een bakje gedaan. Ik denk van, ah, dat is handig. Doe ik zo in een bakje. Ja, ik leg hem er even op, hoor. Dat is voor mij makkelijker. Dan kan ik hem goed leggen. En dan pak ik deze even op. En dan pakken we een pincet. En dan hoop ik dat nog een beetje goed recht in het midden zit. En nog even scheef, ja. Even wachten, maar ik zie dat die scheef gaat. Dat had ik niet gezegd, die zit er helemaal naast. Zo. Dus heel iets naar beneden. Nee. Ja, dan ga je daar vastzitten. Nou, anders maak ik gewoon een nieuwe, hoor. Nou, kom. Daar vast gaan. Ik hou hem wel even vast. En dit moet hier achter komen. Ik ga het hier vastplakken, anders gaat het helemaal mis. Zo. Oh, vinger vastzitten. Dan doen we dat even. Leg ik hem zo neer. Ja. Ja. Nou, die zat vast, hè. Die daar. Ben ik nog in beeld, want dan ga je naar je toe werken, hè, maar je wilt het goed maken. Goed zetten. Oh, kijk, nou ik daar al lijm op zetten, nou het niet de bedoeling is. Ja. Die is recht en die. Oh. Dan moet ik hem wel recht doen, hè? Schuif ik hem zelf schiet. Even een doekje pakken, even mee. Even die even schoonmaken. Droog doekje eroverheen. Dat ging zo makkelijk in de proef, hè? En als je dan in live moet. Oh, je moet daar natuurlijk ook lijm onder doen, hè? Dat is maar net zo makkelijk. Maar heel ietsjes, of niet heel veel onder.
Zo. Zo, even de tafel een beetje schoonmaken. Ik heb nog van alles erop liggen. Zo. Even een beetje, want ik heb straks de lijm er vast op zitten. Zo. Zo kan het wel. Dan heb ik een paar dingetjes uitgestampt. Oh kijk, daar had ik de bovenste toch niet hoeven. Maar ik heb ook nog een bolletje. Ik leg hem bewust neer, hoor. Dan kunnen jullie het beter zien. En ook een bolletje doen, vind ik ook leuk. En dan heb ik heel professorisch van een peperclip. Die wil ik hier aanmaken, zo een beetje vastlijmen. Die komt hier zo aan te hangen, maar dan moet ik hem eerst even vastlijmen. Ik hoop dat hij hier met blijft zitten, anders moet ik de lijmpistool aandoen. Even kijken. Een beetje erachter. Maar dat moet ik natuurlijk niet zien. Die leg ik even aan de kanten. En dan, ja, komt u maar. Dan wil ik het vliegtuigje. Die wil ik hierop hebben. Maar die doe ik verhoogd. Even kijken. Zeg, waar heb ik die? Is dat deze? Nee. Ach, helemaal onderop de rand. Vliegtuig doe ik een klein beetje verhoog op het mica plakken. Dankjewel. Het is elke keer even weer bedenken. Wat gaan we maken? Even kijken. Ik doe kleine stukjes even, want ik wil hem toch niet helemaal. Want ik vond dit wel eens een keer leuk, omdat het een jongenskaart is. Oh ja, dat wil niet, hè? Ik kan hem op de kop plak. Ik ga het proberen, maar... Even kijken, we hem ook niet helemaal... De... Ja, zo kan het wel. Kijk. En een wolkje. Ik doe toch deze, in plaats van die. Die plak ik ook even op. Nou, gaan jullie al naar de beurs? Of vroeg ik net ook al, maar toen waren er nog niet zo heel veel. Of gaan jullie niet naar de beurs? Want ook heel veel zijn die gaan niet naar de beurs. Want deze was een hele leuke wolk. Hele vriendelijke wolk. En dan wil ik... Oh. Oh, ja. Ik ga twijfelen. De baby zo. Of toch zo. Baby. Dit wordt een babykaartje, hè? Ja, naar Hardenberg. Oh, ik ook. Armin ook. Samen met Armin. Oh, je moet hem wel vastplakken. Zie je dat? Anders glijdt hij weg. Dan zie je de baby helemaal niet meer. Daar is hij heel ver in slaap. Even kijken. Ik denk dat ik hem over zo plak. Even zo een beetje. Raar overkomen.
Oké, we gaan zaterdag. Ja, dat kan ook. Je zult als je Utrecht en Venray en weet ik wat er allemaal is voor beurzen. Soms zo ver weg allemaal. Het broekje plak ik gewoon hier aan. Of ik doe hem zo hier tussen, zo. Even kijken als die droog is. Kijk, maar die hoef ik verder niet te plakken, want die hang ik. Beetje zo. Dan moet ik hem toch ietsjes meer bijbuigen. Wil dat zo? Ja, heel iets. Ja. En dan wou ik dat broekje. Even kijken. Kijk, als ik hem zo neerzet, dan zie je er niet veel van. Dus daarom leg ik hem op. Ja, dat had ik niet gezegd. Je moet er wel aan blijven hangen. Aan de box. Of aan het ledekantje. Dan heb ik nog een babyfles. Ik plak hem zo. Zo mag het ook nog, vind ik. En dan dat broekje, die kan ik er zo voor. En dan ga ik op de spijlen, hier. En daar, lijm. Ja, doe je je naamkaartje op, Jolanda? Oh. Oh, jammer dat te ver is, hè. Het lijkt me wel leuk als je dan collega-hobby is tegenkomt. Vind ik dan wel leuk. Ik leg hem gewoon neer, dames hoor. Dan kunnen jullie een beetje zien. Dan moet ik even kijken. Die kan daaromheen. Een fles staan, daar heb ik al mijn plakband eromheen. Dan had ik nog een stempel. Maar ik vond deze ook wel mooi. Die maak ik dan blauw. Nee, ik kan het daar ook doen. Dat vind ik wel mooi. Ik wil die een beetje blauw maken. Dan denk ik, ja, stempel erop. Daar is weer een baby geboren. Een kleintje. Dan denk ik, ja, nee, dat wordt toch te veel. Want het is maar een klein kaartje. Het is niet zo'n heel groot kaartje. Oh. Even kijken. Dan doe ik dat ook even op de mat, anders zeg ik straks een hele... Nee. Ik heb deze hier liggen, die is speciaal daarvoor. Dat kan ik daar wel in doen, hè? Maar dat wordt niet wat. Ik gebruik de Stormy Sky. Dan doe ik zo de randjes. Ik maak het papiertje ook wel een beetje blauw, want vind ik wel net zo mooi. Het wordt wel heel blauw-blauw, maar ja, dan heb je met de meisjes allemaal roze-roze. Die geen spaarpot. Ja, je kunt er spaarpot van maken, maar als je spaarpot maakt en je gooit het daarin, valt het er daar weer uit. Of je krijgt er niks meer uit. Dan zit je ermee. Zit het er vast in. Dat is ook zonde. Die doe ik ook een beetje even de letters blauw maken. Niet te veel, dat vind ik weer te donker. En deze... Die gaat weer aan de kant. Kijk, die kan ik zo even afnemen. Ik heb er ook nog gewoon papiertje, maar dat doen we straks wel. Ik denk dat ik die hier zo doe. Die vind ik wel mooi. Even kijken. Plakken we die er gewoon op? Die plakken we er gewoon op. Dat doen we met lijm. En nou kun je het stukje
wit papier. Ik doe dan deze, maar je kunt ook zeggen, pan, ik doe een stukje wit papier. Plak ik hier achterop en dan doe je. Want deze vouw je zo op. Deze maak ik toch wel vast, maar dat gaat ook kip. En dan kun je het zo versturen. En dan kun je hier. Ik doe mokje. Vind ik mooier voor of vind ik het te druk. En dan zou je hier ook nog de naam kunnen doen van de babyboy. Ja, op de beurs sowieso. Want daar kun je je geld van kwijt. Ik doe hier een klein beetje lijm op. Even kijken, want nou, ik had aan de achterkant zitten volgens mij. Oh, ik had hem al vast aan de vingers zitten. Ik voelde het al. Ja, en doe het rompetje. Plak ik aan de onderkant ietsjes vast. Dan kan die er sowieso niet af. Maar het is toch een leuk idee. Zo even met een peperclipje. Die hou ik even vast. Graag gedaan, dames. Dan heb ik nog een paar lintjes. Doe ik een lintje erbij. Ik denk dat daar klein. Deze vind ik te breed. Ik vond dat blokje wel mooi, maar het is niet dezelfde kleur. Ik denk dat gewoon de donkere met een lintje. Die wil niet. Deze wel. Hier maak ik even een strikje van. Zo. Oh, de verkeerde. Die kant moet ik hebben. Die is heel groot. Even kijken. Die iets kleiner maken. Zo, knip ik daar even. Oh, verkeerde schaar. Dankjewel. Zo, die knip ik zo nog even weer een stukje af. Dan heb ik hier nog een iets donkerder. Vind ik ook wel mooi. Ja, daar doen we ook even een strikje van maken. En dat doe ik altijd even pakken met de pincet. Nee, hij is te klein. Ja, eigenwijs. Komt u maar. Ja, zo. Die en die. Nou pak ik even de goede schaar, anders heb ik straks weer. Even kijken. Even. Want anders dan heb ik hem straks weer weg. Die iets hoger maken. Zo. Die wil ik hier. En dan komt die erop. En deze doen we even met lijmpistool vastmaken. Dan komt die weg. Even wachten totdat die warm wordt. Die kan in de prullenbak, zo. Even mijn dopje op de lijm. Kijk, hij is alweer warm. Dat gaat heel snel met deze.
Die plakken we daar. Die eroverin. Dankjewel. Dames, prachtig, dank je. Gaan we even een mooi steentje erop maken. Even kijken. Die is wel mooi. Dus net wat ik al zei, het papier komt overal en nergens vandaan, zeg ik maar even. Hè. Even kijken of ik hem eruit kan krijgen. Die wil ik een mooie, even kijken, mijn Stanley mesje. Dan heb ik die alweer weggezet. Pak me die eens even. Zeg, waar is die nou? En die is weg. Die ligt wel ergens op de grond. En die ligt naast me. En die wil ik daar bovenop hebben. Oh. Ja, daar moet ik even een klein stukje vanaf knippen. Die vind ik beetje te lang. Even kijken. Dan heb ik volgens mij nog een paar kleine steentjes. Dit is de groene. Ja, kan wel, maar ik had hele mooie zak. Deze zou ook kunnen. Is ook wel mooi. Ja, je hebt de kanten. Ja. Ik ga hem klaar willen leggen, hè. Anders gaat naar de oren. Maar dat mag. Het is niet zo ramp. Kunnen we straks wel weer. Even kijken waar we erbij doen. Oh, wat zeg maar een rare kleur. Steentjes vliegen me al om de oren. Dankjewel allemaal. Ja, deze ben ik heel blij mee. Hij lekt af en toe wel, maar daar heb ik helemaal geen problemen mee. Kijk, er zit een druppel aan. Nou, dat is alles. Nou doen we onderaan drie kleintjes. Draadjes heb je er altijd wel aan, maar ja, dat is overal mee, zeg ik. Ja, dat dacht ik al. Die wil niet. Er zit al een lijmdop om, dat zie ik. Kan ik er die af krijgen, anders pak ik een nieuwe. Die is eraf. Even kijken, we vouwen hem even dubbel. Doen we die even er weer afhalen, de lijmstukjes. Want die zijn nou weer hard geworden. Even kijken, hoe doen we dat? Want ik wil natuurlijk mijn vingers niet verbranden. Oh. Nee, kijk, nou gaat hij mee loszitten. Dat is niet de bedoeling. Nou. Nou, we pakken een andere hoor. Ik zal eens even kijken, want ik heb ook zo'n één. Kijk, dat vind ik dan wel een nadeel. Maar ja, er zal wel aan de lijm liggen die erop zit.
Ik denk dat deze. Zo. Of ik doe het met die. Ik denk dat dat nog beter kan. En dan doe ik die twee kleintjes erop. Zo. En dan ben ik even aan het denken, waar doe ik nog meer steentjes? Oh, wat doe jij daar? Jij hoort er niet op. Had ik daar niet gedaan. Maar ik zit er wel aan te, aan te denken om daar een te maken. Of ik doe ze hier ook. Vind ik ook wel mooi. We doen daar. Even kijken. Daar de grote. Kijk, oh, daar zijn steentjes. Weer in. Nou ja. En dan doen we de twee kleintjes er weer boven. En dat mag wel. Niet te veel lijm die. Moet ook wel vastzitten, hè. Die hebben dat dan de helft op de grond liggen. Die daar. En die komt daar in de hoek. Even kijken. Even die strootappen, zo. Ach ja, je pakt een beetje een stukje papier en je haalt het eraf. Je drukt op knop en je zuid. Je kunt er in de prullenbak. Nou dames, hoe vinden het jullie geworden? Ik laat het hem even zo liggen. Dan kun je het beter zien. Even de rommel een beetje aan de kant te doen. Zo. Dit is het geworden. Het babykaartje. Ik laat hem zo liggen. Ik kan hem maar rechtop zetten, maar dan zien jullie er niet zoveel van. Oké. Okay. Dat heb ik nu al gedaan. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Het is elke keer, ik zie toch dat ik het een beetje in het beeld zit. Zo ja. Omdat de mica eraan zit. Dus en die schittert in het licht. Ik zou zeggen, het filmpje komt op YouTube te staan. Bij Angela Hobbykonen. Maar ook op Jannekes Knutselhuis. En ik hoop jullie gauw weer te zien. Tot ziens. En dankjewel voor het kijken. Doei doei.